Dank u. Het is nu echt wel een lekker gerechtje verteld. Amai, na zo'n inspanning. Jurgen, vertel eens, wat krijgen wij nog van jou? Ja, ik ben nog volop bezig, want ik was helemaal in het liedje van Sergio helemaal begeesterd. Ja, ik zeg het. Ja. En daardoor was ik afgeleid. Maar je bent bezig met een stukje schelvis, wat we traag gegaard hebben. Dat is een heel leuk alternatief nu in het seizoen, wanneer alle platvissen eigenlijk niet in het seizoen zijn. Hè. Dus het koude water begint zich nu een beetje terug wat op te warmen. We hebben daar een stukje vis, is... zoals de kabeljauwachtige, voor nodig. En dat is de schelvis. Dat is jouw favoriet gerecht? Dit is ons favoriet gerecht. Hier hebben we al menigte prijzen mee gewonnen. Ook in... ja, dat is een gerechtje waar heel veel smaak in zit. Mm-hmm. En vooral in de eerste stapjes naar de lente, wanneer het, de asperges er nog niet helemaal zijn, dan kunnen wij eigenlijk werken met heel veel smaken, zoals truffel, zoals gedroogde pancetta. Ik heb zeker al mee. Ik heb een heel leuk championnetje meegenomen uit Italië en dat heet Pioppino. Ja? Dat Pioppino, dat is een championnetje waar dat op een eik groeit. Ja? Dus als dat championnetje zich vastzet op een eik, heb je een beukenzwam en je hebt een eikenzwam. En dit is een eikenzwam. Ik heb dat een beetje opgebakken met wat pijpajaan. Ja? En daardoor doen we een klein beetje boter hè? En een klein beetje raapzaadolie. Dan krijg je zo een beetje de overgang van die laatste tinten van de herfst. Hè. En dan heb ik een beetje artisjokken hier. Die artisjokjes gaan zo dat zuurtje geven. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb ook nog een crèmeke gemaakt van die artisjokken. Nu, die artisjokken heb ik een klein beetje opgebakken met wat sterrenijs en een beetje kaneel. Mm-hmm. En een beetje grof zeezout. Ja. Dan gaan we hier dat crèmeke erbij doen. Ja. Dat is de crème. Zo van... Echt wel verschillende aroma's bij elkaar. Ja, 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 zeker, zeker. En dan we dat zo gewoon hier erbij doen. Dat is een beetje koud. Ja. Dan kunnen we dat met die artisjokken een beetje mee gaan van genieten. Mag ik deze al uitdelen? Nee, want het is nog niet klaar, Amaryllis. Want sorry. Waar hebben we onze truffel gelaten? Ik heb die al vers gesneden. Kijk hier, ze. Een truffeltje. Amai, het is maar goed hij is zelf een truffeltje gij. Voilà, ja, ja. Ik ken truffeltjes, dat past goed bij je. Voilà. Het is nog niet klaar. Nee, het is nog niet klaar. We zijn er bijna, Amaryllis. Want we moeten nog een klein beetje, we gaan er een bootje van maken, zeg. Een beetje gedroogde pancetta. Ja, dat moet er natuurlijk nog bij. Voilà. Maar kijk eens, dat is echt wel een van de topgerechten van Lazuli. Van zeker al. Ze zijn er een bezig, hè? Ja. Ja, maar het dresseren van een bord bij ons... Dat is een vak apart, hè? Voilà. Alsjeblieft. Voilà. Zullen we ze zeker al gemaakt? Die zeker al is gefrituurd in een bloem- en bierbeslag. Hier. Voilà, zo. Dat is voor de gie, hè? Mijn gasten eerst. Dank je. Voilà. En de gastvrouw, voilà.